Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, sinds 22 november zitten al onze overheidsdiensten op droog zaad. Ze mogen geen bedragen meer uitkeren boven de 5.500 euro, tenzij er een ernstige of onomkeerbaar nadeel zou optreden. Blijkbaar is het in gevaar brengen van onze volksgezondheid geen ernstig nadeel. Want wat blijkt? Het federaal agentschap dat instaat voor onze voedselveiligheid heeft de afgelopen weken toch meermaals aan de alarmbel getrokken. De directeur heeft zelfs gedreigd met een shutdown van zijn dienst. Bovendien zijn er 200 dierenartsen die sinds oktober al geen wedden meer uitbetaald krijgen. Voor alle duidelijkheid, beste mensen, het gaat hier niet om het niet meer kunnen betalen van een aantal pakken papier of stilo's. Het gaat hier voor alle duidelijkheid over onze voedselveiligheid, een van de belangrijkste pijlers van onze volksgezondheid, die in het gedrang komt. Waarom? Omdat deze regering nalaat om structurele maatregelen te nemen om onze rekeningen te doen kloppen. Dat is de reden achter deze maatregelen. Dus mevrouw de minister, ik heb voor u twee vragen. Vanaf wanneer zullen de dierenartsen die instaan voor de controle van ons voedsel terugbetaald worden? En twee, kan u ons garanderen dat een shutdown van uw agentschap onze voedselveiligheid niet in gedrang brengt? Dus mevrouw de minister, zullen wij met kerstmis nog een veilige kalkoen op ons bord hebben? Ja of nee, het antwoord is ja. Het antwoord is ja. Voilà. Maar nee, dus allez, net zoals alle federale instellingen moeten de VVV dezelfde budgetaire inspanningen leveren. En tot nu toe, jaar na jaar, heeft het VVV zijn budgetaire doelstellingen gerespecteerd. Maar het is juist dat voor het eind van dit jaar heeft dus het VVV een budgetaire vrijgave gevraagd voor de betaling van de zelfstandige dierenarts ener zijn en de verplaatsingkosten van zijn inspecteur en zijn controleurs ander zijn. En dus deze vraag wordt momenteel onderzocht, maar tot nu toe heeft het FAVV zijn missie gegarandeerd. En dus er is geen risico om een probleem te hebben. En we moeten een juist evenwicht te vinden, hè, tussen ener zijn de nodige budgetaire discipline en ander zijn de budgetaire noden van de openbaar dienst. En dus we moeten niet, zoals uw partij, altijd vragen iets en een andere ding. Bijvoorbeeld, ik heb in de krant uw verkiezingsprogramma gelezen en ik heb gelezen dat jullie vragen minder uitgaven voor de federale openbare dienst. En dus, si d'un côté on demande moins de dépenses et de l'autre on en demande plus, het is een beetje moeilijk. Dank u wel. Mevrouw Spinate. Mevrouw de minister, wij vragen inderdaad besparingen. Wij vragen besparingen. Wij vinden dat het overheidsbeslag lager kan. Dat klopt. Maar dit is geen besparing, hè mensen. Dit is geen besparing. U vraagt nu om alles te bevriezen tot januari, maar de rekening zal komen. De rekening zal explosief hoog zijn in januari. Nu, u zegt dat de dienst tot op vandaag gegarandeerd geweest is. Dat klopt, tot op vandaag. Maar dat is het nu juist in de brief van de directeur van het FAF. Staat letterlijk dat in de toekomst die dienst niet gegarandeerd is. Vandaar ook mijn vraag hier. Door dit soort maatregelen die uw regering hier
heeft genomen. Dit soort blinde, lineaire maatregelen lijken de rekeningen misschien wel te kloppen, maar jullie vergeten dat die rekening zal komen. Dus als het de bedoeling was om het imago van deze regering, het imago van een belastingsregering, om te buigen naar een besparingsregering, dan is dit grandioos mislukt. Ik heb het al gezegd, dit is geen besparing. En dat deze maatregel wordt toegepast op een van de belangrijkste pijlers van onze volksgezondheid, dat vind ik ronduit onverantwoord.